117 ploegers deden vrijdag 10 en zaterdag 11 oktober mee aan de Nationale Ploegkampioenschap. Deze keer vonden de kampioenschappen plaats op de klei van het proefbedrijf Oostvaarthoeve in het Noord-Hollandse Slodorp. Zoals ieder jaar openen de wedstrijden met het défilé, de optocht van deelnemers en de machines naar een ploegveld. Deelnemers namen soms splinternieuw materiaal mee naar Slodorp, zoals Diederik van Arkel met zijn van de dealer geleende Deutz Agrotron en zijn Vogel en Noot 4-schaarploeg. Maar er waren ook echte oldtimers, waaronder meer dan 50 jaar oude Fergusons en Farmals. De wentelploegers kregen elk een gerend perceeltje van 2000 vierkante meter, waarop ze een enkele opening, een geer, een derde wentakker en een eind voor moesten ploegen. Een vakkundige jury beoordeelde het ploegwerk. Ze letten erop dat de openingsvoor recht en zo ondiep mogelijk is. Dan zal de grond namelijk niet boven de rest van het geploegde land uitsteken. En om dat te bereiken, moeten de ploegers de opening met de achterste rechter ploegschaar maken. Zo komt de geploegde snede op het nog te ploegen land te liggen. Om een mooi ploegresultaat te bereiken, bouwen de topploegers van Nederland extra steunwielen, ristenverbreders, strijkplaten, gewichten en beweegbare risters op hun ploegen. Een enkeling, zoals Dorine Schone, maakt zelfs zijn wielen verstelbaar. Uiteindelijk leverde de Limburger Tom Meuwissen met zijn John Deere en Kvernenland ploeg het mooiste ploegwerk af in de categorie wentelploegen. Daarmee liet hij Wim van den Broek en de kampioen van vorig jaar, Bert van Rijn, achter zich. Het is weer een strijd tussen Noord-Brabant en Limburg. Ja, die wordt fantastisch gestreden. Maar die is deze keer gewoon een toon door Tom Meuwissen. Dus we gaan het bij de rondgaande ploegen was het ook een Limburger die de nationale titel mee naar huis nam. Jacques Linse versloeg voormalig kampioenen Dorine Schone en Ad Buys. De oldtimer-categorieën lieten een grote verscheidenheid aan trek en merken zien. En dat was een verademing voor de liefhebber. Want waar zie je tegenwoordig nog een Lans Bulldog, een Farmal of een Hannemachtploeg? De oudste trekker in het veld was deze Fortson F uit 1926 van Menno de Jong. Volgend jaar vinden de nationale ploegkampioenschappen op landgoed Scholten Zaat in Klasina Veen plaats.